Mooie staartjes hoor. Ja, mooie foto. Mooi boy. Dat is het Dragon Ball C. De video doet lang, dus ik ben gewoon begonnen met eten hoor. Oh, Paramaribo, oh oh. Paramaribo. Ik wil wel één hapje. Kijk, dat gaan we al hè. Is best wel rond. Ik verdien trofee. Ik kan hem zakken naar de grond. Word ik dan jouw bee? Bedankt dat jullie kijken naar een nieuwe video. Hele goede morgen jongens. Vandaag is de laatste dag dat we in deze villa zijn. Dus ik ga nu even douchen, klaarmaken. Dan wil ik nog even een TikTokje maken. En ja, we hebben ook een ontbijtje gehaald hier. Ik ga nu even opmaken. Ik krijg straks een ontbijtje. Ik moet nog steeds wennen aan die foto man. Ik ben echt zo bij het gezin hoor. En dan gaan we weer door naar het volgende huis. Mijn mond stinkt, mijn mond stinkt. Dingie, of hoor. Hey, goedemorgen, schone slapen. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ja, ik slaap wel lekker, maar wat ik zo gek vond, is wij gaan heel moe naar bed en worden we gewoon heel vroeg wakker. Hoe kan dat? Door het weer. Ja. Ik heb sowieso in een ander land dat ik altijd vroeg wakker word. Omdat ik niet in mijn eigen bed slaap. Weet je wat ik ook deed, waardoor dat komt? Omdat de tijden verschillen toch? Ja, het is hier 5 uur eerder, 5 uur tijdverschil dan met Nederland. Nou, ik ga even mijn kontjes wassen. Ja, dat doet maar. Ja. Nee, jongens, de video doet lang, dus ik ben gewoon begonnen met eten hoor. Ondertussen heb ik al alles op, omdat de video aan het poepen was. Nou, iets makkelijk. Dit heb ik voor jou gemaakt. Ja. Nou, ik ben klaargemaakt. We hebben onze koffers ingepakt. En we gaan door naar het volgende huis. We wachten nu even op mijn oom. Die komt dus ophalen. Ik wil nog even snel een broodje eten bij mijn oma de zaak. En dan gaan we van Lelydorp naar Paramaribo. 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 Oh, oh. Paramaribo, Paramaribo, oh oh. Paramaribo, Paramaribo, oh oh. Paramaribo. Paramaribo, oh oh. Paramaribo, oh 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 oh. Pas aan de rij naar Paramaribo. Ik kom binnen in die kolo. Oh, 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 oh. Paramaribo. Oh, oh. Hey, villa wanigo. Oh, oh. Nee, het zonnetje schijnt niet. Ik ben op de street. Je kijkt naar mij, maar ik zie niets. Paramaribo. Oh, oh. Voor de mensen die deze vlog kijken en de vorige vlogs niet hebben gezien en vragen, hé, waar verblijven jullie? Dan moet ik toch zeggen dat je even de vlog van gisteren of eergisteren moet kijken. Want daarin heb ik vermeld hoe het hier heet en waar je het kan boeken. Dus, ja. Hey, ik ben ook op die voor jou page van Suriname. Wie jij? Ja? Yo, alleen maar mensen uit Suriname reageren op die video. 74%. Goedemorgen Suriname, het is 32 graden, luchtvochtigheid 73%, ik heb er zin in. Iemand reageert ook op die video, niemand in Suriname luistert naar het weerbericht. Ja. Omdat het elke dag warm is toch. Ja. Hier gaat de Lippels in Kasper. Dat ga ik vandaag ook doen. Gino's is komen halen, het is kapot uit gaan regenen. We zijn ook echt in het regenseizoen gekomen. We gaan nu lekker een broodje eten bij mijn oma. Ik zei nog tegen voor elkaar zo'n maandje wachten. Want volgende maand regent het niet meer zo toch. Dus elke dag lekker weer. Ik heb dit trouwens opgedaan voor de regen. Pas ook niet bij mijn outfit. Ja, maar ja, alles is beter dan Nederland, hè. Ik heb liever dat het lekker warm is en regent dan dat het koud is en regent, dus in Nederland. Dat is ook best wel. Dus ja. Maar ik zit ook toch liever in het zonnetje als ik op vakantie ga. Ja, dit zonnetje is nog wel mooi op de boot. Ja, man. Hoi jongens, zijn we bij mijn oma. Oh, lekker hoor. Kijk je? Dag tante. Hoe gaat het? Met u? Kijk eens. Ik was al 2 keer daar. En toen moet ik je in Suriname ontmoeten. Ja, echt hè? Ja. Het is gewoon hoor. Dag oma. Self-service. Wat eet je? Peper en zuur? Ja, ja. Niet te veel hè? Je smet het echt als boter. Zo is goed toch? Ja, ja. Kijk hier gewoon niet. Zo dag, ja. Gewoon niet. Wat ga je voor? Oma. Hoeveel kost een broodje kip? Hoeveel SRD? 30 SRD. Dat vier wordt dan 30 SRD. Ja. Kwana, voor wie kan je 30 SRD? Wat? Voor dat vier? Voor je zoon. Voor jou dan. Ja, dan moet je euro. 30 euro. Ja. Nou, we hebben net... Ja, 3-4 euro of zo. Hele bak water. Ja, Nederland is duur, want betaal je 15 euro. Ja, maar. We hebben net lekker gegeten bij mijn oma. Het is helemaal vol. We hebben ook lekker Bami meegenomen. We gaan nu naar het volgende verblijfshuis. On my way. Misuka foto, misuka busi, misuka skoutu, misuka srudati. Wan presi no mo mi be kanfeni. No mo wan presi no mo mi be kanfeni. Zei je? Ik zei, of je wordt lucht. Nee, je zei... Kijk, ik heb alleen dorst, ik heb net Bami gegeten. En Davio die zegt net tegen mijn oom dat ik zijn eten ga opeten, zodat ik dat echt nooit doe. Doe je altijd? Nee hoor. Die is wel lang zeg hier. Die kip moet geslacht worden toch? Wat? Nou daar kan je ook eten bij waar we naartoe gaan. Daar vind ik echt lekker eten. Ik wil wel 1 hapje. Kijk, dat gaan we al hè. Eerst was ze niks, nu wordt ze 1 hap. Ja, maar 1 hapje kan je toch gewoon missen? Maar jouw hap is die halve burger. Dat is... Helemaal niet. Ik neem een kleine hap, ja afgesproken. Een kleine bite. Kleine hap. Kleine bite. Kleine hap is geen bite. Een kleine bite. Ik zit wel vaak achterin de laatste tijd. Belangrijke mensen zitten altijd achterin, toch? Ja, is goed. Ik vind jou zo belangrijk. Dus volgende ritje mag jij lekker achterin. Wat voor eten heb je? Ik heb niks gehad, niks voor jou. Het enige wat ik voor jou heb is een beetje drinken. Ik heb sowieso mijn eigen drinken. En ik wil gewoon even 1 hapje. Maar ik zit sowieso vol, dus ik ga niet veel eten. Ja, ja. Ja, thanks. Doe je niks dan? Jawel, gewoon 1 hapje. Doe het niet zo gierig, man. Zeg maar, een hele box is gewoon veel te veel. Zo, Huh? Mag ik eten? Mijn burger. Oh, je hebt mijn patat. Mag ik een hapje van je burger? Gat. Ik zet alleen mijn hand in die tas en je praat over die burger. Ja? Ja. Mag ik nog een hapje? Dat was niet goed. Oh no. Zie hoe je bent. Ja, ik had geen goede hap genomen. Je hap. Maar mag ik pakken zessen? We hadden dus een resort geboekt. Dat was via Airbnb voor vandaag, 6 nachtjes. Maar het was dus bevestigd via Airbnb, maar toen kwamen we daar aan en toen zeiden ze van ja, we zitten vandaag helemaal vol. Dus we gaan, ja, we hebben mijn oom echt al bijna 8 uur bezig gehouden. We waren 12 uur weggegaan van het vorige resort en het is nu bijna 7 uur, half 7. Maar we gaan nu gewoon bij mijn oma slapen, dus... Dan gaan we vanaf maandag bij een ander resort. Hallo. Hallo. Kom maar bij jou slapen. Oh, dank je, Blatsen. Kom door. Hoe gaat het? Ah, kijk, is het goed? Boggel. Jongens, deze puppy heet Boggel. Hij zegt gaat druk te maken, man. Ja. We zijn net wakker geworden van het dutje. We hebben bij mijn oma geslapen. We gaan nu uit. We gaan de hele kamer weer nemen. Ja. Die beschermen dan nog. It's not that I don't want you here, yeah. It's something about the way you said my eyes. I know that I don't make it clear. I fall for you every time I try to resist. You get away, I'm trees, beach, you and everything. All I wanna do is have pictures on replay. The one next to you, you try not to show, I'll be like. Ja, toch? Ik ga gewoon met mijn nieuw, man. Ja? Maar wat zei je, dat gras voelt lekker, toch? Oh, dit is helemaal lekker. Het We waren net in de club, maar dat was een beetje kidsclub. Dus we gaan nu even naar een plek, gaan we een beetje drankjes doen. En dan gaan we later naar een andere club. Ja, die club was Kids Top 20. Ja, yeah, Kids Top 20. Hè. Ja, ja. Laat je vaccineren. Laat je vaccineren. Als je in je lichaam hebt gehad, heb je nooit geleerd. Je hebt corona gesurvived en je denkt uit. Zo'n blaasje. Hey! Gasu, 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 gasu. Losgaan, losgaan. Go go. I know. I trek hem nog, trek hem. Hij luistert niet, man. Mooie staartjes, hoor. Ja, mooi foto. Mooi boy. Dat is een Dragon Ball C. Mooie staartjes. Dan kunnen die vrouwen aantrekken. Ja, ik trek je belly van boy, papa. Mooi boy, ik moet ook zo staan, ik zoek ook geld. Ja. Ik denk dat we de auto halen, papa. We zouden eigenlijk gaan lopen, maar Jeff zou ons... ja, dat eigenlijk best een stukje lopen is. Dus we gaan nu de auto pakken en dan gaan we nu naar die plek. Voor de mensen die trouwens nu pas deze vlog kijken, we zijn met Davio's neefje. Zijn naam is Jeff. We zouden ook met Vonnekes nichtjes zijn, maar die zijn te lui, dus die liggen bij oma thuis op de bank. Ja. Overal is het gezellig, je moet met gezellige mensen. Ik had mijn nichtjes ook gevraagd om gezellig drankjes te doen, maar ze zijn lui, man. Ze hadden geen zin om naar de stad te gaan. En als ze die vlog kijken, ja, jullie weten ik heb gelijk. Yeah. We zijn dying, we slapen. Yeah. Pull-up game is strong. Pull-up game is strong. Schuur, schuur. Pull-up game is strong. Schuur, schuur. Cheers. Hold on. Cheers up. Ik zeg je eerlijk, ik heb wel een beetje honger, man. Maar waar kan je even lekkertje van, man? Ik heb ook KFC hier, toch? En pizza, weet je, hè? Heb je geen honger? Ik zeg je eerlijk, ik heb veel gegeten. Hallo, Pimos te tekenen op je auto, hè? Met je nummer, hè? Met je bana, met je bana, ja, die nummer. Zo. जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिया. सपनों के तुम हैं. Kijk jongens, dit is met chaps. Kippendij, barbecue kippendij. Het is koud, 5 uur. Het is precies 5, hè? Ja, man. Het is tijd om naar huis te gaan. Nou jongens, dit was de vlog voor vandaag. Zo'n 5 uur. Ik ga even lekker chappen. En dan ga ik slapen. Dus ik zie jullie morgen weer, jongens. Later.